Wereldwijd over het dodelijke ongeluk op de filmset met het geladen wapen van acteur Alec Baldwin. Hij wist niet dat het wapen echte kogels bevatte en doodde de cameravrouw. Acteur Huub Stapel heeft in zijn carrière veel te maken gehad met wapens op de set. Goedemiddag, Huub Stapel. Goedemiddag. Ja, hoe is dat nieuws beland bij jou en bij je collega-acteurs? Er was toch wel een lichte verbijstering, hoor, moet ik zeggen. Ik dacht, als er op een professionele set... ik heb het heel vaak meegemaakt. Het wordt gewoon 86 keer gecontroleerd. Het magazijn wordt je getoond. De laden wordt je getoond. Dat er geen kogels in zitten. Dat wordt gewoon 3-4 keer herhaald. Dan wordt er nog een paar keer fake geschoten achter elkaar. Dus dan weet je zeker dat het veilig is. En dan is het des te verbijsterender dat dit daar gebeurt. Het zijn wel altijd echte wapens waarmee jij werkte? Nee, die zijn onklaargemaakt. In de meeste gevallen is de loop gewoon dichtgemaakt. En soms zie je dan wel ergens iets van een vuurballetje uitkomen. Maar dan word je daarvoor geïnstrueerd en dan kan er eigenlijk niks gebeuren. Maar ik heb nu een paar berichten gelezen over die filmset daar. Ze draaien een western, die heet Rust. En ik had begrepen dat een aantal dagen daarvoor, maar als het niet klopt, dan is het te speculeren in de pers. Een aantal dagen daarvoor hadden een aantal mensen ontslag genomen, omdat de omstandigheden eigenlijk mensonterend waren. Ze maakten veel te lange dagen en de mensen waren kapot moe. Dus er kan zoiets zijn gebeurd bij concentratieverlies, maar ik heb dus geen idee. De Amerikaanse regisseur Banda Ubulivi, als ik het goed zeg, is in ieder geval een petitie gestart tegen echte wapens op de filmsets. Maar hier zeg je, ja, zijn ze ook wel echt, maar ze zijn onklaar gemaakt. Zou jij er voorstander voor zijn dat je om deze reden alleen nog maar met speelgoedpistooltjes werkt die er heel echt uitzien? Nee, dat is echt. Maar dat hoeft helemaal niet. Want dat is echt onzin. Je moet gewoon je werk goed doen. En je moet goed geëquipeerd op de set komen. En vooral deze dingen doen als je uitgerust bent. En niet als je al 15, 16 uur op de set staat. En dan gebeuren er ongelukken. Ongelukken gebeuren altijd bij onachtzaamheid door concentratieverlies. Vrijwel altijd. Maar dit had niet in Nederland kunnen gebeuren omdat het altijd gecheckt is. Ja, lieverd, ja. Ik zeg nooit, had nooit kunnen gebeuren. Maar als de goede mensen daar staan, Harry Wiesehaan, Arthur van Oest, die dat gisteren ook omstandig heeft uitgelegd bij Eva Jinek, dan kan er eigenlijk niks gebeuren. Dat zijn mensen die doen dat al 30, 40, 50 jaar. En die hebben zoveel verantwoordelijkheidsgevoel. Er is met hun op een enige Nederlandse set nooit iets gebeurd. Goed. Hartelijk dank, Huub Stapel, acteur. Graag gedaan. Het asielzoekerscentrum in het Groningse Ter Apel is al dagen over.